Nee, 21. Hoe oud zou je bent? Schatten, 21? Nee, ik zou je zelf schatten als ik, maar ik denk van ja. Jij bent? 23. Zit u eens inzichtig? Je moet maskers. Ah ja, ik heb er zoveel slingen ondertussen. Gekopt. Je hebt 10 jaar geleden gedacht dat je ineens allemaal mondmaskers zouden liggen op je kop. Ik heb nog even een microfoontje in elkaar steken. Heb je dat zoiets gedaan? Als een podcast? Of? Nee. Maar dat staat ook op Spotify en al bij. Klopt, ja. Spotify, iTunes, Soundcloud, alle. Ja, eigenlijk gewoon alle audioplatformen. Ik heb nog nooit echt. Ik denk dat ik één keer naar een merk iets gestuurd heb en dat was naar Five Guys of zo, helemaal in het begin. En ik ben gewoon volledig genegeerd. Terecht, eigenlijk. Oh, wie ben ik? Nee, wat is 5000 volgers die dacht van, ah, oh, ik heb ergens recht op. Nee, hè. Maar ja, dat kon. Ja, natuurlijk, maar... Ik heb ook wel naar Crocs' stuurd, maar die hebben mij ook genieerd. Echt? Dat fucking bed geweest. We gaan wel sowieso je studies afmaken. Ja, tuurlijk. Jij niet? Jo, studies. Kom maar, ik zit weer in mijn laatste jaar. Oké. Okay. Stel je voor dat jij nu zegt, fuck it. Nee, oh, maar ik zou niet mogen ze van mijn ouders. Nee? Nee. Heb jij ooit gedacht om studies te stoppen? Nee, nooit. Ja, dat is wel verstandig. Is al aan het filmen, of niet? Het is al aan het filmen, dus we hebben zo'n klein voorstukje. Ik weet dat je dat doet. Wat? Ik weet dat je dat doet. Ah, je hebt dat gezien al? Ja. Damn, bro. En laat je porno snor staan. Ja? Ja, op camera ziet dat er nog pak slechter uit dan in de spiegel. Maar als dat van alweer dacht. In het echt nog oké. Ik vind dat leuk, om zoveel tijd gewoon, omdat dit... Ik vind het zo irritant voor een duur. En dat voelt nu super fris. Hallo, ja, ik kan me een beetje baard maken. Ja, hoe doe ik dat eigenlijk als vrouw als je iets van baard hebt? Ik weet niet, heb jij dat zelfs? Ik zou het niet eens. Wat, op mijn gezicht? Ja. Ik heb een snor, man. Zie je? Zeker deze zomer werd ik bruin en die snor werd super blond en dat was echt erg soms. Maar iedereen zei dan... niet af te doen. Waxen wordt als zwart, nee. Ah, dus echt gewoon. Laat dat staan. Een zeehondje, vroeger denk ik dat soms tegen mij. Een zeehondje? Maar toen had ik geen snor, dus kun je niet. Ah, oké. Misschien denk ik gewoon. Ik had je niet snor nog niet eens. Allright, ik ga zitten om het gesprek verder te zetten. Officieel op de podcast. Ja, is goed. Oké, let's get it then. Mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Scholtens en vandaag zit ik hier met Elodie. Wat is Gabias toch? Gabias. Ja, want ik wou wel Gabias zeggen. Of Gabias. Gabias is nog, het is altijd Gabias, mevrouw Gabias. Mevrouw Gabias. In het middelbaar. Oké, ja. Dus Gabias. Gabias, ja. Oké, alright. Van waar komt hij? Is dat van een... Mijn papa is Canadees. Canadees, alright. Van de Franse kant. Ja. Van Quebec. Back. Oké, cool. Maar ik even snel het raam dicht doen, want anders stoort Brussel al de hele podcast. Maar ja, dat is een groot verschil. Right. Ja, hè? Maar, hè? Nu, voor de mensen die misschien niet goed weten wie dat jij bent, zou ik jezelf eens kunnen introduceren. Ik ben Elodie Gabias. Ik ben 23. Uh-huh. Ik studeer communicatiemanagement. En ik ben een beetje bezig op Instagram. Zoals laatste vind je dat moeilijk om te zeggen. Zo, ik ben een influencer. Maar, nee, ik vind dat niet moeilijk om te zeggen, maar dat is niet... Dat klinkt zo uit de hoogte. Dat, nee, niet per se, maar gewoon, dat is niet volledig mee of zo, ja, snap je? Vrij logisch, dat is een stukje van, ik vind dat leuk, ja. Ah. En ik heb daar een paar volgers in, ja. Kijk, en daarom zit ik hier zeker. Ja, exact. Ah ja, ik nodig niet iedere student communicatiemanagement uit. Voilà. Ja. Nee, maar Vits, jij bent, als je zo zegt van, ja, dat is niet alles wat ik ben, is er veel dat jij offline haalt, toch? Dat ik doe, bedoel je? Allee, dat ik niet deel. Heb je het gevoel dat je, hoeveel van je... Allee, als je dat in procenten moet zeggen, hoeveel van je persoonlijkheid gooit je online? En hoeveel had je toch... Maar ik gooi 100% van mijn persoonlijkheid online, maar sommige dingen kies ik gewoon voor van niet te delen. Ja, gewoon bepaalde zaken dat mijn ouders voor het liever hebben dat ik niet deel of niet zeg. Of wat logisch. Dat doe ik niet. Maar mijn persoonlijkheid, dat is 100%. Ja, nee, oké, dat is het beste, denk ik. Denk jij dat je... Want als ik heel eerlijk ben, ik volg je al en ik zie je stories en zo voorbij komen. Je bent wel uitbundiger op je stories. Want we hebben nu al heel de tijd zitten praten en je bent eigenlijk super rustig. Ja, ik ben een beide rustige persoon. Denk jij dat is een kant dat veel mensen volgens mij niet van je zien? Maar ja, het ding is, ik speel wel een typetje ergens op Instagram, gelukkig. Gelukkig. Maar dat ben ik wel, maar dat is natuurlijk uitvergroot. En ik zie je nu voor de eerste keer in heel mijn leven, ik ga hier niet zo zitten. Ja. Maar als je mij dan ziet, bijvoorbeeld bij Jelijn, mijn beste vriendin, dan ga je dan misschien wel meer denken van, amai. Ja, kijk me voorstel. Dat is zo, ja. Maar ja, natuurlijk, ik weet wanneer dat ik dat kan. Op restaurant met mijn ouders ga ik het niet zo zitten, dat ik op mijn story bezig. Maar dat is fucking logisch, dat snap ik ook wel. Ja, dat is ook...
Ik heb dat ook, dat is niet een typetje spelen ofzo. Natuurlijk, bij mijn vrienden ben ik ook veel meer op mijn gemak. Mm-hmm. Ik ook, als mensen mij soms aanspreken en zeggen van, hey, kijk je video's of zo, en dan zo precies verwachten dat ik direct iets grappig ga zeggen of zo, dat is moeilijk. Ja, ik weet het, zijn bepaalde verwachtingen natuurlijk. Ja, maar ik heb nog nooit een negatieve ervaring gehad of zo daarmee. Jij wel? In het echt? Ja. Nee, wacht even, moet je denken. In het echt niet, nee. Nee. Ja, op sociale media wel, natuurlijk. Ja. Ja. Dat leg je. Ja. Ja, wilt je daar over hebben of liever niet? Van Twitter? Sociale media en haat en wat dat je daar, hoe dat je aan omgaat en zo. Of misschien straks. Ja, eerst het over komt anders. Wel. Nu, komt wel. Ja, het komt wel. Nee, waar we het ook over gehad hebben, waar ik laatst met mijn vrienden over gehad heb. Heb je de Social Dilemma gezien? De documentaire, de Social Dilemma? Mm-hmm. Dat gaat eigenlijk, ja, als je het niet gezien hebt, is het moeilijk om erover te discussiëren, maar dat gaat eigenlijk over... Je hebt heel veel executives van Pinterest, Facebook en Instagram en zo, die allemaal ontslag hebben genomen, mm-hmm, bij die grote bedrijven door ethische bezwaren. En die allemaal eigenlijk getuigen over het probleem dat zij zien met sociale media en hoe dat onze maatschappij aan beïnvloeden is en zo. Ja. Heb jij soms het idee dat sociale media een probleem is? Maar sociale media op zich niet, maar hoe dat mensen ermee omgaan soms wel. Mm-hmm. Hoe bedoelt je dat dan? Ah ja, het is, like dat we daarnet zeiden, het is makkelijk om te haten en al via dat scherm. Ja. En iedereen kan daar supergoed mee omgaan en dat kan tot probleem leiden. Of like die stomme naaktfoto's van die bv's, zo, die ding. En hoe lang dat in nieuws is geweest ook. Dat is, ja, wel, dat is gevaarlijk. Mm. Dat is omdat sommige mensen dat inderdaad doorsturen en dan zo'n shit. Maar op sociale media op zich niet. Je moet er like, gewoon een beetje mee leren omgaan, denk ik. Ja, sowieso. En zeker jongen, like, als je dan soms ziet op TikTok en al die kleine man, dan denk ik wel... Moest ik zelf ouder zijn, weet ik niet, als ik mijn kind van 9 op TikTok zou laten. Sowieso. Sowieso. Dat. Er zijn ook ik vind het ook soms heel gek hoe dat ze kiezen wat dat ze censureren en zo op TikTok en wat niet. Klopt, want, voor geen ol, hé. Ik had laatst een TikTok, je kent de sound, doe gewoon de prikken weg. Ja. Kent je? Ja. Dus ik had zo gewoon een stomme sketch, waar ik zo, ik in het vierde leerjaar, en dan, doe gewoon de prikken weg, en dan de dokter met een spuit. Ik had gewoon een spuit vast. En zo, kom, en doe gewoon de prikken weg. Die video is gestrikt omdat er een spuit in was. Echt? En dan dacht ik van, huh? Is dat dan terug of zo? Wat denk je dat ik kan doen met die spuit? Maar dan kijk ik soms naar TikTok en dan zie ik fucking 13 jaar oude meisjes dansjes doen op liedjes. En ik denk van, what the fuck is er hier aan de hand? Hoezo kan dit wel? De helft van mijn TikToks kan ik niet plaatsen. Ja? Nee, omdat je mijn buik ziet of omdat ik sport BH heb of zo. Ja. Maar ik kijk naar Charlie en al die mogen dat ik wel. Ja, ik wel. Ja, dat is gek. Nee, ik niet. Fuck. Ja, ik weet niet. Ik snap het ook niet. Ik vind dat soms echt een kut-app, eigenlijk. Uh-huh. Ja, TikTok, maar het is ook gewoon... Soms denk ik van, ik snap hoe het werkt. En dan besef ik van, ik heb eigenlijk geen idee van hoe het werkt. Nee, ik ook niet. Ik kan nog veel leren. Ja, sowieso. Nu over leren gesproken, want jij had het over uw stage daarnet. Mm-hmm. En... Want je hebt nu heel veel tijd al gestoken in sociale media en zo. Wat is uw droomjob? Is dat later iets voor de camera of eerder achter de camera? Ah ja, misschien eerst zeggen uw stage. Dat weten ze wel. Ja, mijn volgers weten dat waarschijnlijk. Ik doe stage bij Universal Music. Oké. Okay. Hier in Brussel. Oh, deze podcast is eigenlijk wel gesponsord door Sony. Oei. Nee, is oké. Okay. Nee, dat is oké. Okay. Ja, maar ja, ik vind dat wel echt leuk wat ik doe. En ik zeg het... Als, mijn ouders hebben dat altijd gezegd als iets tijdelijk en dat zit ook zo in mijn hoofd. Dus ik zou er totaal mee akkoord gaan als het plots gedaan is. Ja, dan is het zo. Ik heb het gehad en het was leuk en ben blij. En dan wil ik inderdaad wel iets achter de schermen zo in de media. Dat vind ik wel leuk. Toch ook in de media? Allee, zo campagnes of zo in elkaar steken, dat vind ik wel tof. Ja, kan ik me voorstellen. Denk ik. Wat dat volgens mij ook is omdat je misschien zelf al campagnes hebt gedaan waar je dacht van... Ah nee, je moet het eigenlijk beter zo doen. Voilà. En dat ze je niet die vrijheid geven om dat te doen. Ja, zo'n beetje die insteek inderdaad. Vrijheid. Op die manier denk ik... Ja, exact. Die manier denk ik ook veel... Als ik zo nadenk over wat ik later zou willen doen. Dus dat vind ik wel cool dat je dat ook zegt. Nu, als jij... Nu is dat... Zie je dat later doen, maar heb jij vroeger een andere droomjob gehad of zo? Als ik heel klein was, zou ik bakker worden. Bakker? Wow, oké. Okay. Ik weet niet waarom. Ik vond dat leuk zo in deeg en dan zo'n beetje van dat deegfret. Maar dan beseft je, oei, die staan echt om 3 uur s'nachts op. En dat is elke dag. Ja, ik weet het. En dat is niet elke dag nice om van dat deeg te fritten, maar denk ik. Toch, dat lijkt mij nog altijd wel een leuke job. Maar ja, je moet er echt voor over hebben, neef. Ja. En ik heb dat niet. Nee. Dus dat. En dan
Ja, na het middelbaar wist ik eigenlijk niet wat ik wou doen. Nee? Het is pas sinds vorig jaar dat ik weet wat ik wil doen. Dus wat ik net heb gezegd. Oh, wow. Dus je hebt eigenlijk 4 jaar gestudeerd dan bijna, mm-hmm. zonder eigenlijk te weten wat dat je mm-hmm. wou doen? Ja, ik heb afgemaakt voor mijn ouders. Mm-hmm. En dan is dat heel dat sociale media gedoe is dan opgekomen en dan wist ik dat ik dat wou doen, maar daarvoor... Geen idee. Nee. Wat heb jij gestudeerd in middelbaar? Eerst economie, maar ik sukte bijna uit economie. En dan classic naar humane. Ik moest van mijn ouders in het ISO blijven en dat was zo nog in het ISO. En... Maar ik vond dat wel leuk, hè. Als je ouders dat nu niet hadden gezegd, dat jij liever iets anders gedaan, denk je? Wel, je kon mode doen. Op de school waar ik zat. En dat, wat is dat? Is dat TSO? Of BSO? Ik weet het niet. En dat leek mij toen wel echt superleuk. Maar ik ben nu uiteindelijk wel blij dat ik dat niet heb gedaan, omdat ik weet dat dat een harde wereld is, die mode. Ja, sowieso. Dat denk ik ook wel. Ja. Ja, en zeker in België. Ik weet niet hoeveel ruimte er is voor... Ja, in Antwerpen, maar ja. Je moet echt wel al... Ja, de beste van de beste zijn om door te breken. Ja, maar ik vond humane leuk, hoor. Ja? Okay. Ik neem mijn ouders niks kwaad. Nee, maar dat was ook niet waar ik naartoe wou. Zo onderliggende jeugdtraumas of zo, dat was niet de bedoeling. Nee, maar oké, cool. Dus, heb je echt 4 jaar... Hoe heb je dan de keuze gemaakt? Hoe heb je je studiekeuze gemaakt? Maar dus, ik heb eigenlijk eerst 3 maanden verpleegkunde gedaan. Mm-hmm. Omdat mijn mama vroeger borstkanker had en ik wou echt oncoloog worden, maar ik weet echt niet wat de fuck dat ik dacht. Ik ben bijna bang van spuitjes, hé. Ah, oh, oké. Okay. Dus ik heb mijn verhaal hier net over dat spuitje gerecht. Maar nee, daar kan ik nog naar luisteren. Maar, en ook die eerste 3 maanden, ik weet, dat is nog maar het begin, maar wat leer je daar? Hoe dat je een mens moet wassen. Oh, oké. Okay. Hoe dat je kak moet opkuisen en al zo. En dan dacht ik, fuck, Elo, dat is echt niks voor jou. En zo anatomie en al, echt zo moeilijk. Echt eindeloos veel respect voor de mensen. Dan moet je echt al een passie hebben, denk ik. Ja, wel. Echt. En dat was niks voor mij. En dan dacht ik, ga orthopedagogie proberen. Mijn mama had dat vroeger gedaan. Mm-hmm. Ik heb een tante die een hele zware beperking heeft en kan daar eigenlijk wel goed mee omgaan. Mm-hmm. Dus dat leek mij wel iets voor mij. Maar... Nee, uiteindelijk toch niet. Nee. Oké. Okay. Ja, ik vond ook een gekke switch dat jij mij daarnet zei. Van, ja, ik heb daar orthopedagogie gestudeerd en dan toch... Ik weet het. Maar kijk, ja, maar... Wist hij direct het middelbaar van, ik wil TW doen. Ik heb geen idee wat de fuck ik wil studeren, hè. Zie? Nee, maar... ik wist dat altijd, maar ik wist niet waarom. Ik dacht gewoon van, dat klinkt als een logische volgende stap. Latijn, wiskunde, 6 uur. En dan dacht ik van, wat is de volgende uitdaging? Want ik gaf geen hol om wiskunde. Ik deed dat gewoon omdat iedereen zei van, dat is de moeilijkste richting, doe dat. Ja, ja. Want je kunt dat aan... Ik heb dat gedaan dan uiteindelijk. Maar ik weet niet, misschien waren er andere... Want ik ben beter in talen dan dat ik in wiskunde ben. Mm. Dus ik had misschien liever talen gedaan, maar dat was gewoon zo gezegd minder waardig of zo. Dat helemaal niet het geval is. Dus gewoon, je moet zien wat dat uw passies en zo zijn, denk ik dan. Maar ik heb om de foute reden die keuze gemaakt toen. Maar ja, ik vind het wel leuk, heb het leuk. Maar ik denk dat er veel zijn die niet goed weten na het middelbaar. Ik denk dat ook. En dat is helemaal niks mis mee. Hoe de fuck moet je weten wat je voor de rest van je leven wil doen? Niemand bereidt u voor, hè? Nee, ik weet het. Ik vind dat mef. Maar kijk, we zijn op ons pootjes terecht. Ja. Kom. Ik ben nog steeds aan het terechtkomen, maar ooit op een dag. Nee, maar sowieso. Je hebt ook vette vooruitzichten dan. Heb je enig idee waar je later echt... Is er een droombedrijf? Zeg, nu alle bedrijven zijn aan het luisteren. Bij wie zou je echt later willen werken? Amai. Oh, misschien wel ik wel de marketing van McDonald's. Hey, dat zou wel een fit zijn. Want maar niet in België, want in België zitten ze echt voor de band. Zo in Amerika of zo, daar zijn ze echt sterk, vind ik. Yeah. Like met Travis Scott en al heel die bro, dingen. Bro, de Travis Scott hoe, burger. En dan nog die merger bij, dat is echt... Mm-hmm. En al die memes, maat, van de gasten die langskomen bij de drive-thru. You know, you already know why I'm here. En die... Sicko mode opzetten. Ja, ik weet het, ik heb het ook wel zien. Van dat. Maar zie, dat is goede marketing, jongen. Ja, dus, hier in België dus niet. Mm. Maar ja, kijk, McDonald's, Amerika. Maar ja, zo'n Amerikaan naar je podcast kijken. America, hit us up. Ja, tuurlijk, iedereen kijkt. Nee. Nee, wacht, ik ben even helemaal mijn klus kwijt, want ik zie... Zie je daar? Daar staat normaal in mijn tweede... Of wat? Daar staat normaal in mijn tweede kamer, ja. En die ligt nu daar. Dus ik ga die even heel snel in orde brengen. Fuck, sukkel. Maar dat wil toch niet zeggen dat we opnieuw man. Ja, ja, tuurlijk. Dus echt elk woord exact hetzelfde zeggen, hè? Oh, ik doe dat niet. Nee, tuurlijk niet. Ik ga hier gewoon desnoods 30 seconden uit. Is dat je gsm gewoon? Ja, maar dit is betere kwaliteit dan dat soms. Hey, altijd. Ja, ik kan dat aanloven. Ja. Look, jij bent Apple? Ja. Zoals de meeste influencers uiteindelijk, hè. Is dat? Ik denk dat de meeste influencers Apple zo fucking geweldig vinden. Maar dat is niet influencer, maar kan ik dat altijd van al...
van in het begin, dat, mijn eerste smartphone was die iPhone 3 en ik was er lekker altijd. Oh wow, heb je die bijgehouden? En zo'n iPod en al, nee. Nee? Nee. Oh, dus nu zou dat echt zo wel een lekker zijn. Of wat? Ja. Maar ook gewoon cool. Ik heb al mijn oude gsm's bijgehouden. Dat is wel slim. Ja, ja, ik weet niet of dat slim is, want ik heb nooit een iPhone gehad of zo. Dus mijn eerste waren echt zo van die bakjes waar je letterlijk met knopjes en zo moest. Een BlackBerry, heb je dat gehad? Ik heb een BlackBerry gehad heel even. Maar toen is hij doorgegeven geweest aan mijn mama, omdat hij eigenlijk ook een nieuwe gsm nodig had. En ik kreeg altijd de afdankjes van mijn papa en toen ging hij van mijn mama kapot. Ja. Nee, ik heb echt wel een paar gsm's gehad, maar gewoon allemaal afdankertjes van mijn ouders. Waar ik ook heel blij mee mocht zijn, hè, want ik had niet eens een simkaart. Ik heb dat gewoon puur voor de spelletjes. Mini-Holf en Snakes. Of holy shit, ja. Daarom wou ik een Nokia, maar dat heb ik nooit gekregen. Nee, ik ook niet. Nee. Wat is volgens u de beste leeftijd voor een kind om een gsm te krijgen? Dat vind ik zo moeilijk. Maar wat je nu zegt van dat bakje zonder simkaart, ik had dat ook wel al in het vijfde leerjaar. Ik in het zesde, denk ik. Zonder simkaart. Maar ja, de dag van die bakjes kun je al niet meer kopen. Klopt. Ik denk dat ze nu, jawel, want ze zijn nu zo dumbphones aan het maken in plaats van smartphones. Dus zo, ja, en terugkeren naar de mensen die al die zeven niet nodig hebben. Ja. Oh, dat is nog cool. Ja, ik vind dat ook een cool concept. Ja, ik denk, misschien is dumbphone of een andere naam, zo. Misschien heb ik het net verneukt, maar... maar wel, zoiets zullen ze misschien krijgen dan. Ja. Ook zo, wanneer ik het had te krijgen. Maar ja, er is overal wifi en al, dus... Ja, klopt. Maar zo, het vijfde, het zesde leerjaar, maar ik zou daar wel echt nog... Mm. En sociale media, wanneer krijgen ze dat? Is dat rond dezelfde periode? Ja, als je ze bijvoorbeeld een smartphone heeft in het zesde leerjaar, vind ik het heel moeilijk om te zeggen, maar geen sociale media, want... Hoe gaat het? Dat komt er weer. Is dat wordt... Allee, ik denk dat dat bijna niet meer wordt gedaan, als ik niet bij de jongeren. Dus ik weet niet, waarom heeft ze dan een gsm? Mm-hmm, mm-hmm. En ook gewoon, ik denk dat tegen dan de kinderen zo slim zijn, dat die... Ja. En al die vriendjes en vriendinnetjes, die weten dat ook, hè. Hoe dat ze dat moeten doen en ah ja, nee, je moet gewoon naar hier en hier en hier gaan en ineens hebben die alle sociale media op hun gsm staan. Dat is waar, je moet echt goed controleren, denk ik. Denk het ook. Alright. Ik ga nu even deze installeren. Hold up. Ouderschap, denk je daar ook wel soms over na, of niet? Goh, dat is een heel goede vraag. Ouderschap. Eigenlijk... Heb je daar al ooit over nagedacht? Tuurlijk. Ga ik een goeie papa zijn of zo? Tuurlijk. Tuurlijk denk ik daar wel soms over na, maar dat is niet zo vaak. Jij wel? Denk je er vaak over na? Maar nee, niet dat ik daar elke dag... Allee, ik heb wel niet volgend jaar een kind of zo, maar soms denk ik echt van, hoe ga je dat ooit doen? Als er is? Ja, like zelf zo'n domme dingen, like de facturen en al. Dat leert je niet op school, hè? Dat vind ik, Maar alles met BTW en nu al die shit, daar krijg ik echt stress van. En dan moet je dat als mama helemaal alleen doen. En of kinder... hopelijk met een man, hè? Ja, natuurlijk. Hopelijk met een man, maar... Of dat ik mijn kindje ga laten vallen, daar heb ik al over nagedacht. Ja. Maar kijk, soms kan je per ongeluk je gsm laten vallen en dat is al een jaar. Maar als je dat dan met je kindje doet... Ja, de vergelijking, je gsm of je kindje. Nee, maar ik bedoel, dat is niet hetzelfde, maar... Ik snap het wel, toch per ongeluk... Nee, sowieso. Ja, ik bedoel, het gebeurt, hè. Er zijn kindjes die al op hun hoofd zijn gevallen en dat is super erg, maar ik denk niet dat dat je grootste bezorgdheid moet zijn. Ik denk dat je als je een kind hebt, dat je er ongelooflijk voorzichtig mee gaat zijn. Ja, tuurlijk. Je mag het hopen. Maar ik denk niet, ik denk niet dat je er echt schrik voor moet hebben dat je daar zo snel op het hoofd gaat. Ja, daar denk ik dus wel over na. Mm-hmm. Ja, regelmatig. Zo in mijn bed. Fuck, mijn kind laten vallen. Wat is zo voor u een leeftijd waarop dat je klaar bent voor kinderen? Want ik zeg van, ik denk daar niet zoveel over na. Dat is voor mij puur omdat ik heb nog zoveel shit dat ik zelf wil doen. Maar ik ook zo. Voordat ik aan kinderen denk, omdat ik weet dat het moment dat ik een kind heb, dat ik daar volledig voor zal leven. Ja. En dat ik al mijn dingen aan de kant zal zetten, gewoon, en ga focussen op dat kind. Maar dus 30 of zo, denk ik. Ja, voor mij is dat ook... Als je alles een beetje hebt gedaan, dat je ook... Allee, niet dat als je een kind hebt, dat je niks meer kunt doen, maar dat je zegt, al je tijd en je energie hebt. Ja, een groot deel, sowieso, denk ik ook. Dus ja, 30 of zo. Mm-hmm. Misschien moet ik eerst een man winnen. Dat kan helpen. Dat kan het proces wel versnellen, denk ik. Oh. Nee, heb je een relatie? Nee. Nee? Nee, al bijer lang niet meer. Was het voor je? Oh, wauw, dat is inderdaad al even. Ja, bijer lang. Vijf jaar. Bij mij is het 3 jaar ondertussen. Ook al stevig. Drie jaar single. Dus dat is dan 2017 of 2018. Ja. I don't know. En niets ertussen. Wat is niets? Ik bedoel, niks. Nee, niks serieus. Jij wel? Nee,
Is dat je niet wilt delen? Ja, nee, wat, het is bijna een jaar geleden op Tinder. Oké. Okay. Maar je was echt daar tof en dat ging goed. En dan is dat zo een beetje afgezwakt tijdens corona met die quarantaine en zo. En dan was dat die quarantaine opgehoven en dan was dat lekker weer een ding voor mij, maar blijkbaar voor hem niet. Dat is wat. Ooit live afgesproken of niet? Ja, bij veel. Oh, okay. Superveel. Mm-hmm. Ja, nee, ik zou niet zo enkel online, nee. Nee. Als ik een match heb, dan wil ik daar zo snel... als het klikt, dan wil ik daar zo snel mogelijk mee afspreken. En dan zeg je gewoon poepen? Of wat nee. Wat is een goede openingsscene? Want ik zeg dat nu zo bruut, omdat ik daar laatst een artikel voorbij zag komen, dat effectiever is dan de vraag, vertel eens iets over jezelf. Maar ik wil niet gewoon poepen via Tinder. Weet ik wel, maar ik lach maar. Maar wat is er uw goede openingsscene? Oh, maar niet zo... Zo van die openingszin, zijn we als echt al er best voor hem gedaan of zo? Mm-hmm. Een mopje of zo, dat vind ik. Yeah. Nee, dat is echt niet. Maar gewoon van like, wat je gedaan vandaag of zo, zo'n casual gesprek gewoon. Weet je. Maar niet. Nee. Maar en ook niet van wat studeer je en al, daar heb ik het ook echt mee gehad. Maar gewoon van hoe was je dag? Heb je ondertussen wel gehoord? Al die. Ja. Nee. Maar dat is, ik zeg dat ik heb het daarmee gehad, maar zo gaat het wel. Zo. Ik had laatst iemand die mij stuurde, liever. Wimpers als tanden of tanden als wimpers? Maar zo'n ding dat is wel nog... Ja. Dus dan kun je met... beginnen praten echt. Alsof. Want je kunt niet anders dan er toch even over nadenken. Wat zou je doen? Wat zou je kiezen? Wat zeg je? Tanden als wimpers of wimpers als tanden? Ik zou liever... Je kunt het toch niet eten met wimpers? Nee. Het zou allemaal in de blender moeten dan. Ik weet het ook niet. Ik weet niet, ik denk dat ik hier liever tandjes zou hebben. Maar ik denk dan... U wimpers als tanden kun jij beter verbergen. Nee? Dan dacht je echt hier tanden. Dat is mijn bijten en al, hè? Ik bedoel... Oh my god, dat is mijn grap, hè. Ja. En dat je dat moet heen, zo. Ik weet niet, nee. Ik ga voor de tanden hier van boven. Ja. Ik zou het andersom doen. Ik zou gewoon shit in de mixer doen en niet meer... En doen alsof ik niet kan praten of zo. Ja, dan zou ik gebarentaal leren. I don't know. Moeilijke... Gelukkig moeten we er niet echt tussen kiezen. Gelukkig gaat het niet echt gebeuren. Ik hoop van niet. Ja, ik hoop het ook van niet. Nee, maar dus geen openingszin die volgens u altijd werkt? Nee, zijn er zo klassieke openingszin? Hij had dat beter weten, volgens mij. Ja? Ik weet niet, ik zit als helemaal man... niet op die datingsapps. Ja, maar ik... Alsof ik die openingszin zou gebruiken, dan bedoel je... Ik weet niet. Ja, wat is zo die standaard shit van... Hoeveel weegt een ijsbeer? Is dat een ding? Maar gelukkig heb ik die nog niet gehad. Nee? Ben je genoeg om het ijs te breken? Ah, oh my god, nee. En als je dan origineel wilt zijn van ongeveer 800 kilo. Oh my god. Flauw, hè? Nee, maar dat zijn de dingen die daar vaak gestuurd worden. Maar hoe ga je voor een vriendin leren kennen, bijvoorbeeld? Op school dan of zo? In het echte leven? Maar ja, snap het maar. Ze zat al bij mij op school, maar dan zijn we buiten op een feestje beginnen praten. En eigenlijk, grappig, was ik... Ik had een beetje een crush op een van haar beste vriendinnen. En ik kende haar nog niet. Maar ik ging eigenlijk naar buiten, omdat ik wist dat dat andere meisje er was. En die was eigenlijk super zet. En ik die vond dat zo... Die vriendin was bij de zet. Ja, en ik vond dat zo'n afknapper, dat ik gewoon met haar ben beginnen praten. En gewoon vanaf het eerste moment was dat zo'n tof gesprek, dat ik dacht van... En normaal gezien doe ik dat nooit, maar ik dacht van direct van... What the fuck? Morgen stuur ik een bericht om iets te gaan doen. En een week later gingen we dat iets doen. Een maand later waren we samen. Oh, zo leuk! Ja, dat was een hele leuke periode. Oh, dat is echt tof. Fuck. Ja. En nu dus niks, hè. Maar vind je dat niet ook hoe ouder dat worden? Ik vind het moeilijker om iemand te leren kennen. De klok tikt, hè? Nee. Vind je het moeilijker om iemand te leren kennen? Maar ja, want inderdaad, like dat is, ik weet niet, hij spreekt waarschijnlijk van het middelbaar nog, hé, ook. Dat was, het vijfde. Zo op feestjes en dan op vuren en of bals en zo. En dan begin je inderdaad te praten en dan een keer muilen en al. En dan sturen en zo. Dat ging echt zo vlotjes. Nu vind ik dat veel moeilijker. Ja, en zeker, I guess. Ja, zeker als je zo begint te werken en zo, ga je die dan gewoon op je werk tegenkomen? Dat is moeilijk. Als je nog uitgaat, op café, ik weet niet. Ja. Dus iedereen die nu op middelbaar zit, zoek je toekomstige man of vrouw, koop een ring. Dat is eigenlijk wat we willen zeggen, hè? Ja. Nee, maar het komt sowieso wel in orde, hè? Maar inderdaad, vind ik een moeilijke vraag. Waar ontmoet je nu iemand? Ja. Maar ja, eigenlijk mogen we daar niet zoveel over nadenken. Maar toch doe je dat. Allee, ik doe dat. Mm-hmm. Wanneer denk je daar het meest over? Is dat als je alleen in de bed ligt?
Maar door TikTok eigenlijk. Bro, al die relatie-TikToks. Uh-huh. Dat is kut, hè? Want ik volg zo echt al de boys van de Sway House en al. Bryce Hall en ja, zo dan. Ja, heel echt alle classic Amerikaanse TikTokers. En ik, die zijn lekker allemaal zo cute en al. Ja. So. In België heb je dat niet echt, hè? Zo van die knappe e-boys. Die zo... Nee. Zo nee, inderdaad ook dansjes niet. Doen voor de camera. Je hebt meisjes die dat doen. Maar zij, ja, de boys... Is waar. Ja, maar hè, maak je werk van Jesse als iemand dit kijkt en zich aangesproken voelt. Nee, maar want... 22 plus, alsjeblieft. Ja, stuur gewoon persoonlijke thirst traps naar Elodie. Hey. Nee, maar inderdaad, dat gezegd, ik denk eigenlijk gezegd dat dat in België ook niet zou werken. Ze zouden direct uitgelachen worden. Ja, tuurlijk. Arre. Maar in de Sway Boys, ik denk dat die ook wel uitgelachen worden. Maar die denken ja, gewoon, maar... fuck it. Want wij zijn allemaal multimiljonairs. Ja. Die komen Tesla's en al. Ja. Soms word je toch een beetje niet depressief, maar gewoon zo van, dude, wat ja. Een nice leven. Hoe kan het? Hoe kan dit allemaal omdat die dansjes doen? Zotte, what the fuck? Maar ja, dat is gewoon het moment dat ze beseffen dat dat werkt. En je bent gewoon de beste erin. Ja, dan vind iedereen nu. Want hoe dat je het ook draait of keert, zij zijn duidelijk de meest succesvolle. Ja, ja, in dat genre van content. Ja, mensen willen dat gewoon zien, hè. En soms is niet alles wat je denkt dat mensen willen zien, wat ze effectief willen zien. En dan willen ze van die TikTok-dansjes zien. Dat is waar. Hm. Ja, daarom volg ik die ook, hè. Dat is hetzelfde verhaal, hè. Ja. Ja. Als die niet bekend waren, dan zou ik die niet volgen. Nee, klopt. Dat zou ik lachen. Maar... Ja, ik volg die gasten ook, omdat die eigenlijk die vloggen nog wel leuk. Oh my god, Bryce's vlogs zijn echt berza. Dat is echt zo ook een niche conversatie voor alle mensen die niet weten wie dat de Sway Boys zijn en zo. In ieder geval knappe gasten die in LA wonen en TikTok-dansjes en vlogs maken. Ja. Als je geïnteresseerd bent in die omschrijving, Bryce Hall en Josh Richards, wie vind je dat? Want die dat is een dwazen. Wie vind je op knapste? YouTube... Oh, Noah Beck, natuurlijk. Ja? Vind ik wel eigenlijk knap. Maar Bryce vindt het leukst, maar ik vind dat hele knap. Alright. Ik vind die interessant ook gewoon omdat... Eigenlijk puur om te zien van, dat werkt. Waarom werkt dat? En dan zien wat je er zelf van kunt leren in mijn content. Maar ik ben nog niet tot het puntje gekomen dat ik die dansjes doe. Nee, dus jij echt crush op Noah Beck. Oké. Okay. Ik snap het wel. Ja, ik denk dat veel mensen hun mening... Van meisjes? Het ding is gewoon... Op TikTok durf ik dat nooit te zeggen, want... Voordat je het weet, zijn die ineens 16 of zo en zie je dat gewoon niet. Ah ja, als maar dat vind ik echt gevaarlijk. Edison vind ik wel echt. Maar ja, dat is zo mainstream. Iedereen vindt die mooi. Ik vond, ik heb daar meer voor. Dat is mooi, hè? Klopt. Maar ik wil zo niet. En basic die Riley, hun badka benoemd. Dat is ze. Dat is ook mooi, hè? Bro. Ja. Okay. En ze is cool. Ja, ze is het inderdaad. Chill. En ze heeft nog een leuke content ook. Ja. Aha. Ja. Dat is leuk. Oké. Okay. Trouwens, in België zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel influencers als in echt de grote. Heb jij zo het idee, jij bent er al veel langer mee bezig dan ik, heb jij het gevoel dat er een soort community is bij de influencers? Is dat zo... Ik zit daar al sinds niet in. Nee, dat is echt niet. Maar ik denk, dat is er wel zo, denk ik. Mm-hmm. Maar het ding, ik post ook, ik hoop toch dat ik niet echt de content post dat de grootste en meest... Ja, bekende Belgische influencers, post, maar je ziet dat dan wel zo op events en al. Allee, vroeger toch, als er nog events waren, dat wel zo... Ja, echt zo wel bepaalde klikjes met typische influencers. Die ze wel kennen. Ja, die kennen dat voorstel. Ja, jij maakt inderdaad ook een beetje... Cringe content. Wat? Dat zijn die woorden. Ik kan zeggen anti-influencer content. Ja, zo. Ook. Ja. Vind je van jezelf dat je cringe content maakt? Maar ik vind zodanig expres cringe dat niet meer cringe is, ikzelf. Maar ik kan me wel inbeelden dat mensen, vooral jongens, dat echt kapot cringe vinden. Ah, oké. Okay. Maar dat vind ik de max, hè. Dat is een beetje de bedoeling, hè. Zo'n beetje iets losmaken. Oké, okay, ja, nee. Als dat je doel is. Ja, het is wel grappig dat je dat zo zelf zei. Dat je bent er zowel zelf bewust van dat je denkt dat tuurlijk, niet iedereen die content... Tuurlijk, ik ben mij bewust van alles. En dat is net ook een beetje chillen, want ik weet dat ik echt rare dingen doe en dat ik rare shit post. En dat is bewust. Maar dat zorgt er ook voor dat mensen mij minder snel kunnen raken, snap je? Oké. Okay. Ja, dus dat die opmerkingen van, dit was cringy, u maar niks doen. Omdat je zelf denkt, ik weet het. Of... Cringe, dat is nog niet zo'n scheldwoord, maar like, van, je hebt hangbordjes of zo. Sommige meisjes zo net zo van, oh my god. En dan word je daar bijna onzeker over, maar ik weet dat en ik post dat en ik pak daarmee uit. Mm-hmm. En dan is dat chill, want ik
Ik heb er zelf al mee gelachen, dus je kunt er niet meer mee lachen. Ja, klopt. Klopt. Zo'n zelfspot en zelfrelativering. Ja, voilà. Zelfspot, dat is inderdaad wel een beetje... Ja, goed. Ik had niet verwacht dat je er zo over die manier over dacht. Wel respect voor. Oh, je, ja, ja. Doe je de post dat met een bepaald doel ook? Van... Oorspronkelijk niet, hè, want dat was niet mijn doel, hè, wat er allemaal is gebeurd en zo. Nee, dat is niet. Dat is niemand. Ik had dat nooit durven of kunnen denken of zo. Maar nu dat je... Allee, als je een beetje een bereik hebt en dan zeggen ze zo dat je een beetje een voorbeeldfunctie bent, op de duur heb je toch wel een bepaalde boodschap of een bepaald doel. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk een beetje in dat body positivity ding geduwd, maar dat was niet mijn bedoeling of zo. En dat is eigenlijk ook nog altijd niet mijn hoofdboodschap. Ik wil gewoon mensen nu lachen, een punt. Mm-hmm. Hoe, maakt niet uit, als dat nu met een buik is of gewoon met iets anders. Maar de boodschap is wel gewoon van, zij jezelf en dat boeit niet echt wat de andere mensen denken. Dat is mooi. Nee, dat is keigoed. Nu, je zegt dat je zo'n beetje geduwd bent in dat body positivity ding. Waar zou je eigenlijk willen zijn? Misschien met je content? Maar ik vind dat niet erg dat ik daarin geduwd ben. Maar ik bedoel gewoon, als ik begon met Instagram, had ik nog nooit daarvan gehoord van body positivity. Okay. Dus dat was eigenlijk een beetje onbewust wat ik allemaal deed in het begin. Want wanneer ben je ermee begonnen? Instagram heb ik al van in het eerste middelbaar of zo. Ik weet niet wanneer dat die app is uitgekomen, maar dat dat echt een ding is... Ook 2017 of zo zeker, denk ik. Ja, zoiets. En dat was echt gewoon inderdaad omdat ik zo dwaze dingen postte en een beetje... Eruit sprong omdat je andere content postte. Ja, een beetje echter was, denk ik. Als ik dat zo... Allee, ik wil niet arrogant klinken, maar gewoon omdat ik mijn puisten en zo... Ja, niet verbeterd. Ook okay. Ja. En dat sloeg ik aan en dan ben ik daar eigenlijk gewoon in verder gegaan. Maar dat was niet mijn bedoeling. Nee. Maar nu vind ik het wel de max, want like, nu ook kijk ik geen schmink aan, maar ik weet niet of je dat ziet. Het valt niet mee, maar je ziet ik echt veel puisen. Ja, maar iedereen. En dat is chill voor mij. Like, nu moest ik geen stress hebben dat hij zou denken van oei, ze ziet er heel anders uit in het echt, want dat is niet. Aha. En dat vind ik leuk, want ik ken andere mensen die daar wel mee moeten inzitten. Ja? Ja. Noem namen. Nee. Mensen exposen. Nee, oké. Als je... Welke kant zou je liever op willen met je content? Als je zegt van ja... Als het niet body positivity zou zijn. Maar ik vind dat leuk, hè. Ja, ja. Dat body maar ik wil gewoon, like dat ik zei daarnet, ik wil gewoon mensen laten lachen. En goed doen voelen. En bepaalde dingen gewoon aanhalen. Zeker nu dat, allee, als je een bepaalde following hebt, heb je ergens wel een voorbeeldfunctie. En dan is het ook leuk om een keer gewoon echt down to earth en normale shit te zeggen. Like, wanneer was het? Eergisteren of zo? Of 3 dagen geleden zat ik in bad en dan ging het weer over Shamar en... Ja. Dat is gewoon iets normaal dat voor velen niet normaal is en dan spreek ik daar graag over. En weet je wat het is? Like dat je zegt, dat typetje en zo, dat zorgt er dan eigenlijk voor dat dat drempel verlagend is, snap je? Ik zeg altijd zo'n shit met een humoristische toets, waardoor dat like bespreekbaarder wordt. Terwijl dat als je hier echt zo doodserieus, vind ik dat al moeilijker. Ja. En dan kun je jezelf misschien ook minder serieus... Is dat voor jezelf moeilijker ook? Of? Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon chiller om dat zo wat, met wat humor en al. En sowieso. Ik denk dat dat voor de mensen ook minder zwaar is. Om natuurlijk. Dat zo via humor relativeren. Ik denk dat in veel gevallen wel helpt. Maar ja, voor de rest ik vind het gewoon leuk ze allemaal. En ik zeg, ik ben echt gewoon mezelf en dat maakt het chill. Nee, ja, zo dat ik je nu over praat is inderdaad. Je hebt er nog steeds plezier in, na al die jaren. Ja, massas. Maar ik moet wel zeggen, zo sinds quarantaine, dat het moeilijker is. Ik heb veel minder inspiratie. Dat is een uitdaging, hè? Ben ik op. En ik ben ook niemand die wil posten wat te posten. Als ik iets post, wil ik wel dat het goed is en dat ik het zelf leuk vind. Ik ga nu niet... Nee, ik weet niet. Oef. Het moet echt, het moet er zijn, het moet goed zijn. Heb je voor jezelf een soort schema waarop dat je wilt posten? Nee. Dat je zo voor jezelf weet, oké, één keer per week een Instagram post nee, of zo. Jong, nee? Nee, laat het uit. Nee, bij mij is het echt... Als ik het weet... Stom voor, als ik hier nu wandel en ik zie... Ik zeg nu echt iets bij maar een grappige vulbak en ik denk, oh, daar kan ik iets mee doen. Dan ga ik het doen, maar niet zo van... Fuck, ik heb nu al een week niet gepost. Wat kan ik maandag doen? Ik ga dan die outfit... Nee, want dat zou ik er geen plezier meer in hebben. Nee, dat is gezond, denk ik. Ja, dat het moet echt organisch zijn en... Is het op, ben ik op, dan is het zo. Oké. Okay. Ja, nee, super. Ja. Ik zit daar echt aan de andere kant van het spectrum, denk ik. Ja? Ja, ben je een planner en al? Ik ben geen planner, maar ik wil elke dag bepaalde content gemaakt hebben. Ik wil een bepaald
ding van mijn vlog geëdit hebben ofzo. Of ik heb zo het gevoel van, ah kut, ik had meer kunnen doen vandaag. Ja, maar dan snap ik dat je zegt dat dat voor u... Dat is misschien niet gezond, hè. Dat je daar veel tijd aan besteedt. Mm-hmm. Ja. Dat je daar heel tijd mee bezig. Maar ja, like zo van een vlog editen en al, dat snap ik. Want dat moet, je hebt waarschijnlijk bepaalde dagen en al, hè. Ja, en dat weet ik al heel lang niet, dat volgen. Ik ben echt al... Ja, sinds dat dat schooljaar is begonnen eigenlijk, ben ik zo terug... Ik weet niet, ik moet terug naar de les en ik moet zo terug shit doen. En het is voor mij moeilijk om zo wat te zoeken, hoe doe ik... Want deze podcast, oké, wij filmen misschien 1,5 uur. Mm-hmm. En dan moet ik daar nog editen. En dat editen is zo rete saai, want je hebt het gesprek al gehoord. Ja, ik snap het. Je moet wisselen tussen camerahoeken en dat duurt zo... Ik zit er soms 5 uur aan. Ja, maar ik begrijp dat. Dat ik aan een podcast in totaal bijna 8 uur zit met uploaden en al. Dat ik denk van, maat, ik heb eigenlijk bijna een volledige dag verspeeld. Allee, volledige dag dat ik wakker ben verspeeld aan het editen van een video. Ja. Maar ja, je doet het graag. Dus als... Ja, het editen niet, maar de rest wel. Ik vind het sociale media en content creation vind ik echt leuk. Ja, dat is tof. Als je creatief bent. Mm-hmm. Ja, dat wil ik nu niet van mezelf zeggen. Ik bedoel, maar ja, je wali, anders zou je niet zoveel volgers hebben, denk ik. Mijn content is vooral gebaseerd op de mensen die ik mee online gooi, natuurlijk. Nee, maar ik vind het wel leuk. Zeker dit. Dit zie ik mij nog langer doen dan video's maken, vlogs of zo. Maar ja, zijn je niet een van de enen die echt podcast zo... Ja, ik denk niet. Alleen voor onze generatie. In een podcast in België niet zo gigantisch groot is. Nee, echt niet. Maar ik moet zeggen dat ik daar zelf ook niet gigantisch veel naar luister. Nee. Jij wel? Ja, maar vooral Amerikaanse comedians. Ah, oké. Vind ik, ja, Two Bad Friends. Ja, ik weet niet, er zijn echt zo'n paar die echt gewoon super grappig zijn. En dat is voor in de trein of zo, is dat perfect, vind ik. Ja, eigenlijk zou je meer moeten doen. Maar kun je dat ook downloaden, eigenlijk? Ja, als je Spotify is. Ah, wel, op Spotify. Ja, gewoon Spotify downloaden en dan heb je dat. Ja, misschien moet ik dat keer zo'n beetje meer inhoudelijke dingen. Ja, dus Gossip Guy podcast op Spotify. Nee, dat is wel tof. Ik ga het eigenlijk nog over iets anders hebben, want ik vond wat jij begon over, over ouderschap en zo, vond ik eigenlijk wel een interessant onderwerp. Ja, dat is interessant. Mm-hmm. Maar zeker, allee, maar niet dat wij oud zijn, hè, maar bedoel, zo vanaf je 20 zit je toch al... Maar bij mij, ik weet niet of dat bij u zo is, maar heel veel van mijn vriendinnen beginnen nu te werken en zo, en zijn aan het denken van, ga samen met haar vrienden en zo, en dan... Ik sta nog nergens, hè. Dat gevoel heb ik heel tijd. Dus daarom, ik denk dat ik daarom een beetje mee bezig ben. Mm-hmm. Ja, nee, maar kijk me voorstellen. Fuck, alleen al. Als je 20 bent, of in je 20 bent, dan ben je dichter bij kinderen krijgen dan dat je zelf baby waart. Ik weet het. Zie, als je daarom... Het is al meer dan 20 jaar geleden dat wij zelf geboren werden. En het is minder dan 20 jaar voordat we zelf kinderen geboren zijn. Veel minder. Allee, hopelijk. Mm-hmm. Hij gaat nog kunnen binnen 20 jaar, ik niet, hè. Ik hoop niet dat ik mijn eerste kind op mijn 40 heb, stel je voor. Holy shit. Nee, ja. Ah ja, dat is oké, I guess, maar ik hoop dat ik er sneller klaar voor ben. Maar dat is wel echt, ik vind dat echt een moeilijke overgang nu. Zo echt naar volwassen worden. Ik wil dat lekker niet. Nee? Nee. Allee, mijn broer is 17 en die gaat dan zo nog naar, allee, die ging dan nog naar een bal en zo en ik mis dat. Dat is zo, je krijgt dat nooit meer terug. Klopt. Snap je? En zo middelbaar en al, dat is, we hebben dat gehad, hé. Dat is dat nooit meer komt dat terug. Klopt. En ik vond dat wel leuk, het middelbaar. Ik heb ook geamuseerd. Dus dat is zo, soms vind ik dat zo beangstigend. Like, normaal mocht ik dit jaar naar zo oud-leerlingendag. What the fuck, man? Nee. In de tijd was dat echt voor mij, like, oma's die daar naartoe gingen, nee. Dat waren echt volwassenen. En nu is dat oma en ons. Ja. Ik vind gewoon dat het zo snel gaat allemaal. Mm-hmm. Vind je dat ook? Als je ouder wordt, dat de tijd super snel gaat. Ja. Maar ik vind het zo snel om al vroeg om te zeggen van ja, de tijd gaat sneller als je ouder bent. Maar ik vind dat wel, ja. En zeker, ja, ik heb ook geen hol meer om mijn verjaardag persoonlijk. Ik weet niet wat dat met u misschien anders is. Same. Ja, same. Ik had er nog met vriendinnen over gehad. Mm-hmm. Dat is niet meer speciaal. En zelf om 11 uur ga ik soms gewoon gaan pitten. Terwijl het vroeger echt zo wakker bleef was en wachten op berichtjes. Mm-hmm. En nu kreeg ik gewoon berichtjes niet. Allee, zo van... Maar dat is ook wel het ding als je ouder wordt. Bij mij toch blijven er minder vrienden over, maar de betere blijven wel over. Mm-hmm. En vroeger, ik weet niet, bij mij was het echt, als je jarig was, dat was nog op Facebook. Kijk hoeveel berichtjes dat HBD, dat HBD, mogelijk. HBD. Ja. Die shit, ja. En wel, maar als er dan zo stond van 300 personen hebben je geluk, dat was echt hoe. Lijkt dat nu zo de likes waar dan zo op kijken, dat was toen die. Ja, en dan moest je al die dingen nog liken of erop reageren. Ja. Hey, dankjewel. Ja. Niet, die enige reden dat die dat weten, is door die fucking melding dat ze krijgen van Facebook. Maar ja, dat is wel nog altijd, hè.
Hoe bedoel je? Heb je dat niet? Ja, tuurlijk. Ik weet heel veel mensen hun verjaardag. Weet ik gewoon niet. Omdat ik zelf ook geen hol geef om mijn verjaardag. En ik zou het niet opmerken als een groot deel van de mensen dat die mij geen gelukkige verjaardag zou wensen. Tuurlijk, bepaalde mensen weet ik dat die dat gewoon gaan doen. En dan zou het misschien zo iets of raar zijn als ze dat niet doen. Maar niet dat ik daar ooit iemand kwalijk zou nemen, omdat ik zelf er niet zo mee bezig ben. Maar ja, ik ben er ook al veel vergeten. Maar het is, dat is echt ouder worden, denk ik. Je verjaardag niet meer leuk vindt. We praten echt als oude opa's en oma's. Dat is crazy, man. Maar wie kijkt er naar uw podcast? Onze leeftijd, of niet? Nee, nee, allemaal 60-plussers, dus die kunnen ons volledig volgen. Nee, nee, het is onze leeftijd wel die kijkt. Ah, wel, maar die gaan dat begrijpen. Dat is Ja, nee, sowieso. Nee, verjaardagen. Ik weet niet, mijn laatste verjaardag heb ik ook in quarantaine gevierd. Dus, ik ook. Ja. Dat was pas lid. Wat heb je gedaan, hé? Ja, ik had eigenlijk gewoon eigenlijk heel de dag amper iets gedaan. Totdat dan s'avonds. Ik had ook heel de dag geen berichten van vrienden of zo. Dus toen vond ik dat wel gek. Toen dacht ik zo van. Sad. Maar zo zelfs mijn beste vrienden dacht ik van. Hè? Wow, is dat echt vergeten? Ik bedoel, hoeveel hebben jullie nu te doen? We zijn in quarantaine. Maar wanneer ben je jaren? Ik ben 25 april jarig. Dus het was een dikke maand in quarantaine. En ineens zit ik aan tafel en staat er een tv op de tafel. En ik denk van, what the fuck is dit? Heb je tv gekregen? Nee. Ah. Op ineens zetten mijn ouders die tv aan en zitten al mijn vrienden daar in een Zoom-call. Oh my god. Dat is fucking jolig. Oké, lekker kikkervel daarvan. Ja, dat is echt wel super. Ja, mijn vriend, ik heb echt een zalige vriendengroep. Oh, dat is dus, echt cute. Ja, dus mijn vrienden zaten. Exo-ween. Oh nee, maar ik was zo wel, ik wist zo niet hoe zeggen, want ik was zo wel van, ik was bijna pist. Dat niemand van jullie iets gestuurd had. En ineens is iedereen hier. Oh, is iedereen hier. Dat was echt wel een heel tof momentje, toch? Maar ik ben nog wel nooit voor mijn verjaardag in bed gekropen. Als jij zegt 11 uur. Ik ben wel al een keer in slaap gevallen voordat ik jarig was. Ja, vorig jaar, denk ik. Ja, ik heb wel, dat probeer ik nog wel te doen. Gewoon een groepje vrienden te verzamelen om dan niet af te tellen of zo, maar gewoon samen te zijn op het moment dat ik jarig ben. Maar, ja, fijn. Ik verjaar 23 mei. Normaal heb ik dan 2 dagen daarna of zo examens, dus ik kan dan niet. Best sukt. Ja, oké. Okay. Maar nee, ik vind dat niet erg. Ik vier dat ook altijd maar met Elijn van Vliet. Die verschijnt ook soms op Instagram. Mm-hmm. Dat is mijn allerbeste vriendin. En meer moet het niet zijn voor mij. Ja. Heb jij zoveel gewisseld van beste vriendinnen? Ik heb altijd het idee gehad dat bij meisjes sneller gaat van, je bent een bestie. Ja, bij vrienden was dat altijd, bij vent was dat altijd, wie is je beste vriend? En dan was ook, ik heb dat niet echt. Maar ja, in het middelbaar wel. Mm-hmm. Ja? Zo tot 5e middelbaar was dat elk jaar een andere, denk ik. Moet kunnen, hè? Mm-hmm. Uh-huh. Nee, wel dat veel voorkomend is gewoon. Maar ja, ik weet niet hoe dat bij jongens was, of als dat enkel op mijn school was, maar dat was echt per klikje. Op middelbaar. Mm-hmm. En soms als je dan bij iemand anders liep, dat was echt een was drama. Ja. Oké, dat ik nu ook wel. Dat was echt met klikjes en dat was niet leuk. We hadden, denk ik, een stuk of 4 klikjes. Want we hadden een heel kleine school eigenlijk. Ik denk dat er misschien 300 man in totaal op die school zat. 300, 400, ik weet niet. In ieder geval, niet veel man. En ons jaar zat minder dan 100 man. Dus de groepjes jongens waren er echt 3 of 4, denk ik. Dan had je mijn groepje, de Gabbers. De Habbers. Ja. Een groepje van Maximiliaan en Maxime, die ook in mijn vlogs voorkomen. Die misschien mensen daarvan kunnen kennen. Maximiliaan Vrij? Nee, zij. Oh. Andere gast. En die waren eigenlijk zo de coole boys. En die keken, dat was ook zo'n rivaliteit tussen de Gabbers en die gast. En ondertussen zijn we ook keigoede vrienden allemaal. Maar dat was inderdaad raar. Dat waren zo van die kliekjes. En dat was dan ook een groep jongens. Het was inderdaad zo raar als je bij een ander groepje ging staan. Dat was zo precies een overlover. Terwijl dat geen hol boeit. Natuurlijk niet. Maar dat was zo leuk. Ik vond dat fucking leuk. Want je stond allemaal in cirkeltjes op de speelplaats. Ja, dat is waar. Fucking wat je, hè? Als je daar nu naar terugkijkt. Maar ik heb me echt geamuseerd in deelbaar. En ik weet dat veel mensen dat een kut tijd vonden, maar ik vond dat nice. Maar vanaf mijn 5e middelbaar vond ik het leuk, ja. En dan ben ik moe veranderen, omdat ik moest veranderen van richting, omdat ik te dom was. En dan ben ik eigenlijk naar meer een meisjesschool, want ik was het enigste meisje in mijn klas ook lang. Oh, wauw, oké. Ja, en dan ben ik veranderd naar een school, meer meisjesschool en helemaal anders. En daar heb ik echt, daar kon ik echt, vanaf daar kon ik mezelf zijn. Van is 5e dan? Ja. Okay. En daarvoor, in het college waar dat dus die slechte sfeer hangt, daar is er echt een groepsdruk dat je niet kunt inbeelden. Okay. En hoe is dat om als enige meisje in een jongensklas te zitten? Ik vond dat wel leuk.
Toch? Ik heb me echt geamuseerd. Krijg je dan veel aandacht? Hoe moet ik me dat zien? Hoe moet ik me oh, dat voorstellen? Nee, ik was echt zo een van de... One of the boys. Ja, allee, ja, behalve één gast, dat was wel zo'n beetje een ding. Nons. Als in een nooit, het is nooit een relatie. Ah, op die manier? Ja. Ik dacht dat juist nee, botste. Nee, nee, echt okay. Een ding. Nee, ik kwam wel goed vreemd met heel okay. De klas. Maar ik zei, allee, je weet dat, je ziet dat ook, ik ben niet zo'n meisje, dus ik kan het wel goed vinden met de boys. Ik vond dat wel leuk. Ik vond dat wel echt top. Dat heeft mij nooit echt gestoord, eigenlijk. Nee, des te beter, hè. Ja, ik denk dat ik liever zo had dan dat er maar één jongen in onze klas zat. Dat ken ik mij, ja. Het is minder drama, denk ik. Ja, ja. Nee, ja, jongens zijn wel leuk. Ja, zo. Jongens zijn wel leuk. Ja. Oké, nee, mooie conclusie. By the way, we zijn al bijna een uur aan het praten. En ik doe normaal gezien ook nog een stukje extra op audioplatform only. Dus dat wij straks gewoon camera's uitzetten en gewoon nog wat verder praten. Dus dan, als de mensen nu op audioplatform aan het luisteren zijn, mocht je gewoon stoppen bij waarschijnlijk 50 minuten of zo. En dan praten we nog een half uurtje verder. Okay. Als je dat oké vindt. Natuurlijk. Maar voordat ik dat doe... Maar als je nog bepaalde dingen moet aanhalen, doe maar. Ja, ik kan niet zeggen. Moet je ontbreken en zeggen van... Ja, nee. Ik heb geen planning of zo. Het is echt allemaal... Ik had letterlijk opgeschreven... Heb je de Social Dilemma gezien? Jij zei nee, dus toen was al mijn onderwerpen waar de deur uit. Maar kijk, nee. Ja, we hebben toch al over veel gebabbeld. Ja, sowieso. Ja, nee, vind ik het leukste. Gewoon zien waar het gesprek naartoe gaat. Mm-hmm. We hebben het over relaties, ouderschap. Oh. Natuurlijk een beetje sociale media gaat. Nee, maar waar is er iets wat jij nog graag kwijt wilt? Iets waar je over gepiekerd hebt? Iets tof dat je hebt meegemaakt of wilt mededelen met de mensen? Ik denk wel dat ik wel interessant vind, maar... Dat, die overgang naar dat volwassen shit en zo, dat we daarnet al gezegd, dat vind ik echt interessant. Ja? En daar wordt er eigenlijk nog bijna nergens over gebabbeld. Ja. Zo de tussenperiode. Ja. Tussen echt volwassen zijn en zo, dat studentenleven ja. Nog. Ja, en zo die angst van, hoe ga ik dat doen met facturen en al, en hoe ga ik ooit genoeg geld hebben voor bepaalde dingen en zo. Ja. Omdat, like, met die merch, je hebt ook merch of ding. Dan besefte ik echt, alles kost geld. Maar gewoon alles. Wil je een e-mailadres? Je moet betalen. Alles kost geld. Ik weet niet hoe ik dat ooit ga doen. Ja, alles kost geld. En administratie is kut. Ja, en ook gewoon, je bent niet alleen afhankelijk van... Allee, er zijn keiveel mensen die dan ineens aan het wachten zijn op hun merchandise. Mm-hmm. En jij kunt dat nog niet verzenden voordat je alle bestellingen binnen hebt en al die dingen. Oh my god, ik dacht merch leuk, maar er komt daar zoveel bij kijken. Want deze podcast ging normaal gezien vorige week al opgenomen worden. Ja, dat ging niet. Ik zat in een depressie. Gewoon even een dipje door... Het was van echt, ja, kijk, alles dat kon mislopen, was misgelopen. Mm. En ik vind dat niet erg voor mezelf, hé, of zo, maar ik vond dat gewoon erg voor iedereen dat ik in de steek had te laten. Ja, nee, maar dat is het, hè. Ineens heb je een verantwoordelijkheid. Ja. Want zolang dat je gewoon... filmpjes post en daar af en toe eens een sponsoring deal tussen doen. Oké, maar op het moment dat je echt iets verkoopt... Waar. Mensen verwachten echt veel van jou. Ja, nee, ze verwachten gewoon het product en het is uw verantwoordelijkheid om dat af te leveren. En dat is een stress dat ik nog nooit had gevoeld voordat ik die merchandise had. Veel stress, hè. Ja, want ik stress nooit voor examens. Ik ook niet. Doe dat ik niet. Ook niet. Maar ineens waren er mensen die op mij rekenden. En ik dacht van, fuck, ja. Hey, ik kan nu niet zeggen van, oké, fuck it. Ik doe de volgende examenperiode wel, ik doe het volgende merchandise wel. Nee, dat gaat zo weten. Ik weet het echt, dat is echt. We moeten er zijn op dat. Ik heb echt respect voor mensen. Ja. Like zo grote bedrijven en al, en kledingwinkels. Maar dat is gewoon een goede organisatie en dat is een heel team. Ja. Het moment dat je dat zelf moet doen, is dat stresserender. Ja. Nee, maar ik vind het wel een supercoole leerschool. Ik vind dat interessant om mee bezig te zijn. Ja, het is waar. Mm-hmm. Het is waar. Dat is echt ondernemen, nee. Dat wel, ja. En dat vind ik het coolste dat ik tot nu toe wel heb kunnen doen met sociale media. Ook omdat mensen mij toffe, positieve feedback sturen erover. Ja. Dat is super cool om te zien. Van, wow, dat is letterlijk iets dat... Ja. Maar uw merch is al toegekomen bij de mensen. Ja, ik ga jullie er straks eentje meegeven ook. Oh ja. T-shirtje. Ja, ik heb er nog een paar hangen. Ja, ik wil ook in geven, maar ik heb nog niks. dat is oké. Ja, want Prinses LOT? Prinses LOT, ja. Wow, dat is de eerste keer dat ik je zo hoor praten vandaag. Nee, dat is zo'n beetje uw brand ook zo. Ja, maar ja... Zeg niet dat dat voor altijd, want nee? 2 jaar geleden was het Mac Elo, omdat dat nog, en nu is dat Prinses, wie weet wie dat is volgend jaar. Dank je. Al mijn alter ego's. Als je een voorstel hebt, drop het in de comments. nieuwe naam voor Elodie. Ja. Nee, is dat je nog heel graag wilt delen, een boodschap van algemeen nut of een onnuttige boodschap, maar goed. Like dat ik daarnet zei, het leven gaat like veel sneller als je ouder wordt of zo, maar dat is niet zo, maar in ons hoofd is wel... Maar dat komt er dus op neer dat het leven bijna kort is. Ja.
Dus daarom moet je echt van elke dag genieten. Ja. Ik ben er echt van overtuigd. Like, wie weet, ga ik hier straks met mijn stepje naar buiten en word ik omver heen. En zie ik het niet eens zo, maar ben ik gewoon volledig verlamd. En dan wil ik echt vandaag toch geleefd hebben. Dit was... like, 100%. Maat, je bent hier geweest. Ja. Beste dag van je leven, toch? Of ik niet? Ik heb het al gehad. Het leven is compleet. Ik ben gewoon omver heen, gewoon maar echt genieten. Want, en, bij mij hoort dat er dus bij dat je je niet aantrekt wat andere mensen denken, want dat is bijna, dat is gelijk aan stress bijna, vind ik. Van, oh my god, wat gaat die van mij denken en al? Het doet er allemaal niet toe. Het leven gaat best snel. En als je niet af en toe stopt en rondkijkt, kun je het wel eens missen. Is dat een quote? Ja, dat is van First Bueller's Day Off, mijn favoriete film all time. All time favorite is. Fucking goede film, dat is in het Engels en ik heb dat keislicht vertaald. Ja, maar het is wel waar. Het klonk echt zo. Het klonk diep? Ja. Missie geslaagd. Zolang het goed klinkt, is het in orde voor mij. Nee, jij dan nog ergens waar ze je kunnen volgen? Heb jij sociale media? Instagram. Oké. Okay. TikTok. Huh? Is dat gewoon overal Elo Gabias? Of Gabias? TikTok is Elodie Gabias. Oké. Okay. En Instagram is Elo Gabias. En voor de rest heb ik niets. Nee. Oké, okay. Dat is simpel. Dat is makkelijk te onthouden. Ja, moet mij altijd op Twitter volgen. Maar jij gebruikt dat niet? Nee. Nee? Oké. Okay. Ik kan zo eigenlijk... Kun je daar geld voor krijgen? Ik kan mijn account verkopen, mee. Ik denk wel dat er een markt voor moet zijn. Als je een account wilt met... Hoeveel volgers heb je? 23.000. Maat, ik koop hem. Nee. Ja, maar als er zijn, dan bied maar. Bied maar. Moet hebben het niet meer nodig. Oké, okay, nee. Eten is ook goed. Gewoon, ik bied 3 Big Macs. Ja, fucking zo mag het sold. Aan. Oké, okay, nee, super. Oké, okay, dan wil ik je heel erg bedanken om langs te komen op deze podcast. Heel graag. Dank u dat ik hier mocht zijn. Ja, amai, super graag gedaan. Gaan we straks nog even verder op audioplatformen. Dus als je hier stopt met luisteren, ga naar minuut 52 op audioplatformen. En dan gaan we nog wat verder. Dan wil ik nog een shout-out geven aan iemand die geluisterd heeft. En normaal gezien doe ik altijd een Twitter shout-out, maar vandaag wil ik Lauren bedanken. Want die heeft al mijn podcast met de castleden van What the Fuck vertaald. Ondertiteld in het Engels, omdat er heel veel vraag naar was. Podcast van een uur en al, is hij dat helemaal verteld? Heeft hij helemaal verteld. Dus Lauren, ik weet dat je deze luistert. Ik kan je niet genoeg bedanken. Ik heb je in privé ook heel veel bedankt al. Maar ik apprecieer het echt enorm. En ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar dat had nooit gelukt zonder u. Dus dank je wel daarvoor. Merch. Holy fuck, Lauren, stuur mij een DM en dan met je adres en ik stuur je merch op. Ja. Dat is fucking slim. Dat is goed. Hoe heb ik daar nog niet aan gedacht? Thanks Lauren, again. Thanks Elodie om langs te komen. Heel graag gedaan. Jullie bedankt voor het luisteren en tot volgende maandag. Peace. Dikke neus zo, hè? Ja, zo nog even peace. En thanks, abonneer op mijn kanaal ook. Voor mijn ego. Ja, ja. Ook dan ook. Oké, tot volgende maandag. Peace.